Dames en heren, goedemiddag. Hartelijk welkom op deze tweede aflevering van Wintergasten in Nieuwspoort. Alice de Bruin sprak hier eerder met oud-burgemeester Deetman, twee Hagenezen. Ik ben ook een Hagenees, mijn wortels liggen in Transvaal. Ik heb gewoond in Duinoord, in Laakkwartier, in Mariehoeven, in het centrum. Ik woon hier nu niet meer, maar nou ja, eens een Hagenees, altijd een Hagenees volgens mij. Ik werkte bij de Haagse Courant en bij Radio West en daarom later ook nog bij Troskamer Breed. Dus ik ben hier heel veel geweest vanwege het bestuurlijke van Den Haag. En mijn gast vandaag die heeft eigenlijk ook wel alle hoeken en gaten van het Binnenhof en van het binnenlands bestuur gezien. Want hij was lid van de gemeenteraad. Hij was Tweede Kamerlid, hij was minister, hij was commissaris van de koning en koningin, moet ik nog zeggen. Eigenlijk was hij dus deelgenoot van de Grand Slam van het openbaar bestuur, Ed Nijpels. Komt u er lekker bij zitten? Goedemiddag. Goedemiddag. Vanmorgen zag ik u nog bij WNL. Ja, veel te vroeg. Veel te vroeg? Ja. Ja. Rampzalig programma, zei u net. Rampzalig programma, en ook nog wintertijd. Dat betekent vanwege dat je ook drie dagen van tevoren moet opstaan om daar op tijd te komen. Ja. Nee, het is gelukkig bij mij om de hoek, maar ik heb altijd de pest om op zondagochtend dingen te doen. Ja, nou wel fijn dat u hier in de middag bent. Dat is in de middag. Dus ja. Ik noemde het net de Grand Slam van het openbaar bestuur. De gemeenteraad, Tweede Kamer, minister, commissaris van de Koning. Eigenlijk ontbreekt alleen het premierschap nog, of... Nee, want dat hebben we niet in de competitie opgenomen. Dat zijn er maar zo weinig, dus dat hebben we maar van afgezien. Dat hoort niet in de Grand Slam. En het is ook eigenlijk ook een beetje een grapje, die Grand Slam. Want we hebben het ooit eens een keer bedacht toen we met een aantal mensen, commissarissen van de koningin, bij elkaar zaten. Toen zei Berlaert van Blokker altijd, er zijn eigenlijk maar heel weinig die en commissaris, en burgemeester, en minister, en kamerlid zijn geweest. Toen hebben we ter plekke bedacht dat het de Grand Slam, toen hebben we het dus laten uitzoeken. En toen bleek inderdaad dat er na 1815 zijn er maar zes mensen geweest die dat hebben gedaan. En er vallen nog een paar leven over. Dus, ja, illustre rijtje toch wel. En mooie functies ook. Een net rijtje. Ja. En allemaal nette functies. Nette mensen. Alleen maar nette mensen. Nou, het is een drukke dag dus, kortom. Vanmorgen bij WNL, vanmiddag hier. We gaan straks eventjes een soort van combinatie maken eigenlijk in dit uur. Van praten over uw leven en over uw werk en de combinatie ook van die twee. En daarom dacht ik, we beginnen maar eens even met een leuke foto die ook iets van die combinatie laat zien. Carnaval en het soort van statiekostuum, geloof ik, hè? Ja. Links is een foto met Cornald Maas. Cornald Maas is geboren en getogen in Bergen op Zoom. En ik ben opgegroeid in Bergen op Zoom, dus wij zien elkaar dan met carnaval altijd. En dan maken we altijd, iedere zaterdagmiddag, als we er zijn, maken we altijd een gezamenlijk fotootje. Deze foto? Van, ja. Is dit voor of na het bieren? Nee, dit is vlak voor, je zegt een stuk of vijf hebben we hier op, denk ik. Ja, ik dacht wel dat ik zo. Dit is het begin van de middag. Ja. Die commissaris die ziet er heel anders uit. Ja. Dit is het ambtskostuum van een commissaris van de koningin. En ook daar zit een verhaal aan vast. We hebben een paar gezelschappen in Friesland waar ik nog steeds ook naartoe ga. En daar was een keer een discussie over het commissarisuniform. Toen jij tegen een paar van die wat oudere heren. Nou jongens, als jullie zorgen voor een kostuum, dan beloof ik dat ik dat in ieder geval één keer per jaar in Friesland ga dragen als commissaris. Ja. Toen hebben ze een stichting opgericht en hebben ze dat kostuum laten maken. En het meest ingewikkelde was nog de knopen. Want de knopen, daar staat de B van Beatrix op. Ai. Maar je kunt niet zo even langs een winkel gaan, dan mag ik vijf van die knopen van u. Nee, dus die moesten apart gemaakt. Die moesten bij het hof ontvreemd worden. Dat is ook lastig. Ja. Dus uiteindelijk hebben we via een paar van die knopen ergens op een van de paleizen gestolen. En die zijn uiteindelijk op het uniform terechtgekomen. Dus een perfect officieel uniform. Nooit aangifte van gedaan. Ik denk niet dat Beatrix ze destijds heeft gemist. Nee. En dat hele trisje wat we hier zien? Dat zijn allemaal onderscheidingen die in de loop der jaren bij allerlei gelegenheden. Als je minister bent, die zijn wel echt, bedoel ik. Die zijn niet ergens uit een doosje. Nee, die zijn wel echt. Ja. Heel erg, ja. Ja, we gaan dus komend uur, ik zei het al, een beetje een combinatie maken van uw leven, van uw werk. We beginnen even met een jeugdfoto. Nou, kijk nou toch. Ja. De kleine Ed. Ja. Zo'n schoolfoto hebben we allemaal, volgens mij. Ja, prachtig, hè? Dan moet je je elleboog ook precies zo houden. Dit is de vierde klas lagere school.
En waarom deze foto eigenlijk een beroemde foto is, is omdat ik daar een Tour de France blouse op heb. Mijn vader was textielhandelaar in Bergamo-Zoom. En die verkocht die blouses en die waren denk ik redelijk duur. In ieder geval, ik kreeg zo'n Tour de France blouse. Dus dat betekent dat de hele school die keek naar mijn Tour de France blouse. Dus daarom is dit eigenlijk een favoriete, een favoriete foto. Ook een beetje een reclame blouse, want de hele school wilde natuurlijk ook zo'n blouse. Ja, nee, en ik kon ze verwijzen naar mijn vader. Daar kreeg ik weer hagelslag op mijn boterham. Handig. Ja. 1950 geboren, Den Helder. Maar dit is niet Den Helder, hè? Nee, dit is in Bergen op Zoom, de Peter Canisius school, een katholieke, keurige katholieke school. Jullie waren een groot gezin, hè? Ja, een heel groot gezin. Acht kinderen. En ik zat helemaal onderaan in de hiërarchie. Dus ik was de jongste van de jongens. Er waren nog twee meisjes onder mij. Dus ik had helemaal niets te vertellen thuis. Lastige positie. Dat is buitengewoon lastige positie, ja. Van waar eigenlijk die verhuizing? Want Den Helder Bergen op Zoom is niet omdat echt een hele logische... Omdat een aantal van de kinderen uit ons gezin had astma, waaronder ik. En wij konden slecht tegen de zeelucht. En dat betekent dat mijn ouders zijn verhuisd naar Bergen op Zoom. Dat is een ander type lucht. Ja. Dus dat was voor ons beter. Dat was beter. Die andere foto, dat zijn uw ouders. Dat zijn mijn ouders, ouder ja. dan toen natuurlijk, ja. neem ik aan. Ja, deze foto's zijn denk ik een jaar of 70. En dat is genomen eigenlijk op het moment, geloof ik, dat ik in de Kamer kwam. En dat ze een interview gaven. Mijn vader zat ook in een lokale politiek. Dus die kon zijn mond wel roeren. Ja. Dat zie je ook een beetje. Mijn moeder zit er bescheiden achteraan. En mijn vader die zat ongetwijfeld heeft hier wat vervelends gezegd over mij. Was dit zo'n beetje de verdeling? Dat uw moeder bescheiden op de achtergrond en uw vader nogal... Hij kijkt streng. Mijn vader was helemaal niet zo streng. Nee, mijn moeder was echt streng. Oh ja? En mijn moeder was denk ik wel de baas uiteindelijk. Maar mijn vader die bestierde het huishouden. Had een aantal textielzaken. Zat in de lokale politiek, dus was er overal druk mee. Ja. In de lokale politiek en niet zo streng. Uw moeder was streng. Ja, mijn moeder was een katholiek gezin. Mijn moeder was streng katholiek en die zag er ook op toe dat alles volgens de katholieke regeltjes gebeurde. Dat betekent zondag naar de kerk, et cetera. Met kerstmis en met Pasen, drie missen. Kortom, alles wat erbij hoort. Hoe lang heeft u dat volgehouden? Nou, eerlijk gezegd, tamelijk lang. Ik durfde zelfs in mijn studententijd, vond ik het toch knap ingewikkeld om niet naar de kerk te gaan op zondag. Om dat dan tegen uw moeder te moeten zeggen? Ja, nee, vooral... Mam, ik ben niet geweest. Nee, zeg je al helemaal niet. Oh, nee? Maar als je werd ondervraagd, dan liegen, dat was ook weer zo ingewikkeld. Dus dat was een beetje... Dat waren de vragen die ik graag vermeed. Ja, maar ze vroeg het wel waarschijnlijk. Ze vroeg het wel. Nee, ze gingen vanuit dan. Ja. Dan hoefde je niet een echt antwoord te geven. Nee. Je bent zeker naar de kerk geweest dan. Zoiets. Ja. Een beetje tussen ja en nee in. Waar was ze nog meer streng in? Nou, eigenlijk verder... Nee, niet. We hebben een groot gezin, 8 kinderen. Dus je bent gewoon... je moet zo'n gezin managen. Ja. Met 8 kinderen. Allemaal redelijke extroverte types. Dus, en dan plus nog een vader erbij. Dus daar heb je je handen vol aan. En een man in de politiek dus ook nog. Dus dat is ook heel erg druk. En in de textiel. U vertelde me eerder dat u jarenlang lakens heeft moeten opvouwen. Dat klopt, ja. Dat mijn vond vader, ik wel een mooi verhaal. Mijn vader had een textielhandel. Die had een aantal winkels, maar hij verkocht ook hotel linnengoed. En die lakens die werden door de naaiers gemaakt, maar die moesten ook keurig worden gevouwd. En dan een plakkertje erop, een roze plakkertje, een zuiver Twents katoen. En als ik vroeger uit de lagere school kwam, dan moest ik lakens helpen vouwen. Dus dat was eindeloos in een ruimte lakens vouwen. En dat moest heel stipt gebeuren. Dus mijn vader glad trekken, et cetera. En dan precies het naadje onder dat naadje en dan keurig opvouwen. Ja, ja. Dus dat was... Dat was een mooie klusje. Dat was corvée gewoon. Ja, ik had eigenlijk bijna een laag mee willen nemen vandaag om het nog een keer uit te proberen. Ja. Ik heb het niet gedaan. Nee. Maar het was wel leuk. Nou, we hebben ook thuis, mijn oudere moeder en ik ook, we hebben ook geleerd... wat had een aantal naaisers in die, we hebben ook geleerd lakens te zomen. Oh ja, En kussenstopen. Ik kan nog feilloos, kan ik een laken zomen. Lokmachine en dan... Een dubbele zoom. En een kussensloop met een hotelsluiting. Komt altijd van pas. Weet je wat het is, een hotelsluiting? Ja, absoluut, zo'n dubbele. Ja, precies. Ja, dat weet ik wel. Ik heb eventjes gekeken op de website van Parlement en Politiek. En daar staat Nijpels overwon als kind een astmatische aandoening. Dat gebeurde dus vanwege die verhuizing. En stotteren.
Nou heb ik de film gezien onlangs, The King's Speech, over de vader van koningin Elizabeth, toenmalige koning van Engeland. Die had een enorm stotterprobleem. Kent u die film? Heeft u hem gezien? Ja, uiteraard hebben we die film gezien. Ja, ja, ja. Colin Firth is de hoofdpersoon, die zien we hier. Ja, het drama was dat hij natuurlijk op middelbare leeftijd ook nog stotterde. Ja. En bij mij is het weggegaan toen ik een jaar of 15, 16 was. Maar iedere logopedist, als je die binnenloopt, dan zegt ze onmiddellijk, die jongen heeft gestotterd. Oh ja, dat horen ze nog. Ja, ik gebruik mijn stem volledig verkeerd, achter of voor in de keel. Te snel en te rap, nou, en de S en de T-klanken, dat waren vroeger drama's voor mij. En tot 15 jaar gestotterd, dat lijkt me wel moeilijk voor een kind, of niet? Ja, het is lastig natuurlijk, gewoon bepaalde, bijvoorbeeld de running gag bij ons thuis, vroeger was altijd het woord sentimenteel. Een show van Toon Hermans, die had mijn oudere broer, die trouwens over aan de schaal zit, die had hij op de bandrecorder opgenomen. Ja. En dan werd er een liedje geraaid en Toon Hermans iets met Sentimental Journey of zo. En het woord sentimenteel kon ik niet uitspreken, dus hij zei altijd sementiteel. Oh ja. En daar werd dan thuis ook weer niet begripvol mee omgegaan. Nee, ik wou net zeggen, in een gezin met 8 kinderen ben je wel de sjaak natuurlijk. Dat werd dus 15 keer gehaald. Ja, ja, ja. En heeft u daar ooit over nagedacht later in uw openbare leven? Want we hebben dus die koning, die moet dan een toespraak houden. Die krijgt dan ook spraakles, die krijgt therapie. Die wordt over en heen en weer over het tafelkleed of over het vloerkleed gerold. En die moet allerlei oefeningen doen. Was zoiets bij u ook aan de orde? Of? Nee, ik had alleen op de lagere school, in de vierde klas lagere school, was een onderwijzer waar ik ontzettend veel van hield. Die iedere dag, iedere middag begon hij over de krant te vertellen. Ja. En daar was die hele klas niet in geïnteresseerd, maar ik vond dat toen vond ik dat al prachtig. Maar die had ook een bepaalde naam voor mij. En dat was iets S met twee streepjes. Dat betekent dat ik stotterde. Maar dat werd dus ook zo gewoon in de klas gedaan. Ja, dus ja, is toch pijnlijk? Ja, ik weet niet. Want ik had ook, in die tijd had ik ook nog behoorlijk astma. Dus ja, dat is ook een vervelende combinatie. Maar uiteindelijk over dat stotteren, daar kun je overheen groeien door heel veel te lezen, veel heel hard op te lezen. Dat is uw methode geweest, hard op lezen. En zo is het langzamerhand voorbij gegaan. Ja. Ja. En later dan, want als je dan later een toespraak moet houden, komt dan toch nog een soort van blokkade boven of angst van als het maar niet opnieuw? Nee, maar ik heb wel toen ik fractievoorzitter werd, toen, omdat dan, was er, als je dan een keer schor werd of zo, toen hebben ze mij een keer naar zangpedagoog? Nee, niet een zangpedagoog, maar een, hoe heet dan iemand die? Logopedie? Logopedie, juist, ja. Logopedie. Ik kon even worden, een logopediste gestuurd. En ja, die begon mij allerlei dingen te vertellen die ik moest doen. En dan moest ik iedere dag oefeningen doen. Nou, u kunt zich voorstellen. Komt niks van. Als fractie wordt, komt er helemaal niets van. Nee, dat doe je helemaal niet. Dus ik heb het gewoon gelaten bij wat het was. En dat betekent gewoon een beetje te snel praten soms. En woorden een beetje inslikken en zo. Ja. Nou ja, ze doen het er maar mee. Ja, maar het is op deze leeftijd niet meer te veranderen, vrees ik. U vertelde net over die leraar op de lagere school. Die dus kranten leerde lezen, hè, waarin niemand geïnteresseerd was behalve u. U vertelde me eerder dat er een kwestie in Amerika was, 1962, Preston Cobb Jr. Dat was ineens een kwestie waar u heel erg in geïnteresseerd raakte. Ja, dat is eigenlijk een beetje het begin van mijn begin van mijn politieke activiteiten geweest. Want ik zat toen in de tweede klas van de middelbare school. En ik las dat verhaal toen in de kranten. Die jongen was daar dood veroordeeld. Ja, 15 jaar. 15 jaar. Hij had een blanke man doodgeslagen of neergeschoten, dat weet ik even niet. Werd onmiddellijk opgepakt en ook onmiddellijk ter dood veroordeeld. Ter dood veroordeeld, ja. Dat vond ik idioot. Dus ik bedacht, nou, laten we daar een handtekenactie op school gaan houden. Dus ik ging naar de rector toe. Ik zei, nou, ik ben van plan om een handtekenactie te houden voor Preston Cobb. Toen had die rector, die zei, ja, maar we gaan ons niet als school mengen in de binnenlandse aangelegenheden van Amerika. Dat bleek bijna minister van Binnenlandse Zaken. Buitenlandse Zaken, die zoiets zei. Was die bang om een bevriend staatshoofd te worden? Ja, bevriend staatshoofd. Ja. Dus die rector verbood die actie. En mijn vader zat in de politiek en er kwamen wel journalisten bij ons thuis. En ik dacht, nou ja, ik bel een van die journalisten brutaal op. Ik zeg, god, ja, ik mag van die rector die actie niet houden. Nou, dat kwam uiteraard in de krant. Ik werd de volgende dag, dat ik zo ongeveer de klas uitgesleept door die rector. Met hoe ik in mijn hoofd had gehaald om dat aan een journalist te vertellen. Ik zei, ja, maar u heeft dat toch gezegd, u heeft het toch verboden. Ja, maar dan ga je naar. In ieder geval, die rector heeft mij een jaar lang niet aangekeken. Ja, dat was wel een mooie manier om de aandacht erop te vestigen. Wat was het wat u hier zo in raakte?
Ja, op de eerste plaats natuurlijk, het was ook een vorm van discriminatie. Je had wel wat gedaan, maar ik ben sowieso principieel tegen de doodstraf. Maar iemand van 15 jaar op die leeftijd, die eigenlijk nauwelijks een vorm van proces kreeg. Want het was natuurlijk nog in de donkere tijd van de Verenigde Staten. Dus die jongen, voor de burgerrechtenbeweging, ja, dus ook, die 1962. Die jongen was volledig kansloos om daar ook maar iets te bereiken. Dus dat stond mij tegen. Dat is eigenlijk ook een beetje de manier waarop wij thuis zijn opgevoed. Als je vindt dat iets niet deugt, dan verzet je je daartegen. Dan laat je het niet zomaar een beetje passeren. Ja, ik vond het ook een hele dreigende foto. Zo'n kan ik me nauwelijks meer herinneren. Ik kan me het bericht herinneren van wat toen in de krant verscheen. Ja, death row. Uw actie met de scholieren was niet de enige. Het was in heel Nederland toen ook eigenlijk een grote kwestie. Hè? Uiteindelijk is het ook gelukt. Want de volgende foto is dan een foto van de waarheid. Waarbij het dus voor onbepaalde tijd werd uitgesteld. Ik heb nog gezocht of ik erachter kon komen wat er nou van die Preston Cobb geworden is. Volgens mij is hij levenslang het gevangen gegaan. Heeft u dat nog gevolgd? Nee, ik heb verder niet meer gevolgd. Dat kan me absoluut niet meer herinneren. Nee. Maar het Scholierenactiecomité Wij Zijn Dolgelukkig. Dat was toch wel mooi, hè? Want dat is de communistische krant. Die iets over de Verenigde Staten vertelt, de waarheid. Ja, dat was wel heel bijzonder. En je ziet ook nog zware straffen voor de zes van Vincent. Dat was de plek waar de communisten zo groot waren dat ze een keer de stad, het dorp onbestuurbaar werd. Ja, Finsterwolde inderdaad. Ja, donderdag 5 december, de kerstbomen die worden ook al aangesleept. Ja. Het lijkt wel een hele andere tijd, hè? Natuurlijk. Het was niet compleet anders. De communistische partij zat nog in de Tweede Kamer. Het was nog ver, voor alle veranderingen. Het was de tijd dat de communistische partij ook de inval in Tsjechoslowakije goedkeurde, et cetera. Ja. Het was echt nog de hardline communistische tijd. Ja, zeker. Ook nog de tijd voor de sociale media. Want zo'n actiecomité en zo'n handtekeningenactie, dat was dus toen nog nodig. Nu zou je met Facebook en met Twitter zou je zo'n actie meteen op gang hebben gezet. Ja, dat is toen heel anders natuurlijk. Hè? Ja, een compleet andere tijd. Ik denk ook, dat maakt de politiek denk ik tegenwoordig ook buitengewoon ingewikkeld. De sociale media spelen zo'n grote rol dat controle of iets, een bericht deugt of niet deugt, dat vindt bijna niet plaats. Want de journalisten willen over elkaar heen willen ze publiceren. Het is een wedstrijdje, wie brengt het eerst het verhaal. Omloopsnelheid is heel hoog. Ja, en dat betekent, soms deugen de verhalen niet. En vervolgens krijgt dan een verhaal wat niet deugt of waar de helft niet van klopt. Dat krijgt een geweldige verspreiding. Dus je bent tegenwoordig eigenlijk, er wordt al gezegd, als er iets in de sociale media fout gaat rond iemand, dan is het heel ingewikkeld om dat nog te herstellen. Ja. Dus de schade is dikwijls al aangehaald. Ja. Nou, een mooi voorbeeld, maar eigenlijk op totaal andere terrein, is afgelopen woensdag bij de verkiezingen. Als je kijkt naar hoe al die fractievoorzitters reageren, of alle partijleiders reageren over winsten. De een had Ze hadden allemaal gewonnen. Ze hadden allemaal gewonnen. Ja. En als je dan volgende ochtend de kranten opslaat en je kijkt even wat er precies is gebeurd, dan is de VVD niet de grootste geworden. D66 heeft klappen gekregen. En ik vind het wel knapper, dat frame wat Pechtold deed. Dat vind ik dan een mooie vakwerk. Dat je verliest, behoorlijk. Ja. En je zegt, ja, het is zilver. Geen goud, maar het is zilver. Ja. En bij de mensen, dat klinkt dan anders. Toch niet slecht zilver. Ja. Wat was het frame van Mark Rutte? Dat is volkomen verkeerd. Ja. Want Mark Rutte die zei dat hij had gewonnen. Dat hij het grootste partij was geworden. Dat is ook en het CDA waar, was. Nee. We gaan even terug naar 1968 dan nu. Want u noemde het net ook al. Dat was een beetje voor u ook een mogelijkheid om politiek geïnteresseerd te raken. Hè? De inval in Tsjechoslowakije. Ja. Warschau Pact. Precies, ja. Nog even die eerdere foto. Want die is zo sterk, vind ik. Die soldaten die daar door die straten marcheren. Ja, dit is voor mij eigenlijk een heel belangrijk moment geweest in mijn politieke loopbaan. Wat was gebeurd? Wij zouden met het hele gezin zouden we naar Tsjechoslowakije gaan. Maar mijn vader, die vond het. Het was daar toen onrustig, er waren veel demonstraties. Ja. Allemaal het was wel de tijd, de ontspanning eigenlijk. Dubček die daar communisme met een menselijk gezicht instelde. Maar mijn vader vond dat voor om met het gezin naartoe gaan, vond hij het riskant. Maar ik dacht, ik wil er wel naartoe. Dus ik ben daar wel naartoe gegaan. En ik heb toen, daarom heb ik nog bijvoorbeeld het bezoek meegemaakt van Tito. Die natuurlijk ook toch een hardline communist, maar die werd als een soort vrijheidsveld, werd die door honderdduizenden mensen verwelkomd. En een week of een paar weken nadat ik daar geweest was, vielen die Russen binnen. En dat is eigenlijk voor mij het moment geweest
dat ik heb besloten, nu word ik ook lid van de VVD. Ja. Nu word ik ook echt in de politiek Want wat deed dat dan met u? Ik bedoel, u was daar, u zag een soort sfeer van vrijheid, van jonge mensen ook die een andere kant op wilden. Het was uitbundig. Het was iedere dag op de hoek van de straat stonden mensen met elkaar te debatteren. Ik heb het niet meegemaakt toen die sfeer er niet was, maar het was een soort Parijs. Het is een heel mooie stad natuurlijk, een soort Parijs, waar mensen met elkaar op straat bier dronken. Leven vieren. En met elkaar discussiëren, et cetera. En vooral toen Tito kwam, toen waren er honderdduizenden mensen op straat. Je kon mensen aanspreken, je werd ook aangezagen dat je een westerling was. Dus het was, het leek de doorbraak te gaan worden voor in een van de landen van het Oostblok toen. En het is voor ons ruw door de Russen. Twee hoofdrolspelers, hè, Brezhnev? Ja, en de Bondskanselier. Ja, dit is helemaal een valse foto. Want Dubček werd in de praktijk werd afgevoerd in een Russisch vliegtuig naar Moskou. Daar kreeg hij nog een kus van Brezhnev. Er zijn ook al prachtige foto's van. En vervolgens is hij, na een paar weken is hij afgezet. Hij is uiteindelijk geëindigd als werker in een plantsoen. Ja. Ergens, en dat gold ook voor Smikovski, de voorzitter van het parlement. En Svoboda was destijds president. U heeft dat allemaal gevolgd. U was 18 in die tijd. En ik had een prachtige reden om te zeggen van nou wil ik de politiek in. Ik had ooit voor mijn verjaardag een fotostag gekregen van mijn ouders. De Kodak Brownie Fiesta, met die uiteraard een rolletje zat. Dus ik heb daar ook Dubček en Svoboda met Tito ook kunnen fotograferen. Toen ze op de trappen, op het balkon stonden. Die foto's heeft u ook nog? Ja, die heb ik ook nog. Jammer, die had ik wel graag willen hebben. Maar ja, u had een computercrash. U zei, ik kan niet alle foto's meer geven. Nee, die staan in de computer. Die staan op een doos in mijn huis in Friesland. Dus dan moet ik heel lang zoeken. Oké. Nou, maar goed, het was een inval. Het was heftig. We zien het ook nog in de krant. Want in de volgende foto, het Parool, zien we... Ja, daar werd natuurlijk enorm uitvoerig over bericht. Voor u was dat reden om te zeggen, ik wil de politiek in, ik wil wat gaan doen. Ik weet nooit dat ik reed met mijn vader, ging mee, die moest dikwijls inkopen doen voor zijn textielwinkel in Amsterdam. En wij reden richting Amsterdam. En toen kwamen die eerste berichten van die inval van de Russen. En er werd toen, razendsnel werd er al, in Amsterdam werd er al de eerste demonstratie voor het gebouw van de Telegraaf. Ik kan me goed herinneren dat ik toen... Toen we dat hoorden via de autoradio, dat ik echt ter plekke in huilen uitbarstte. Ja. En dat zo onverstaanbaar was wat daar aan de hand was. En je had het zelf gezien. Ja. Ja, je ziet, het heeft voor ons 20 jaar geduurd, 15 jaar geduurd, voordat Havel daar weer de zaak heeft doen keren. En waarom was voor u het antwoord de VVD? Omdat de VVD voor mij gewoon toch de partij was van de vrijheid. Die ook destijds, ook behoorlijk tegen het communisme durfde op te treden. En je zag bijvoorbeeld toen ook een PvdA, die toch, natuurlijk niet hulde met het communisme, maar daar toch een stuk genuanceerder over dacht. U wilde echt gewoon het tegendeel. En ik was gewoon absoluut niet genuanceerd over het communisme. Ik was ook in andere communistische landen daarna geweest. Dat is hetzelfde laken en pakken. Ja, VVD was voor u het logische antwoord eigenlijk hierop. Ja. U kwam in 1976 in de gemeenteraad van Bergen-op-Zoom. Sla even een aantal jaren over. Een jaar later ook al in de Tweede Kamer. Dat was eigenlijk heel snel. En dan heeft u ook nog een paar jaar gecombineerd, hè? Ik geloof 6 jaar in de gemeenteraad gezeten. Ik kwam in 1976 ook na een strijd met mijn vader kwam ik in de Kamer. Het was de tijd dat vader en zoon nog niet samen in de gemeenteraad mochten. Maar mijn vader zat al in mijn ogen al 100 jaar in die gemeenteraad. En ik wilde er ook in. Maar we werden allebei gekozen. Ja. Toen moest één van onze twee eruit. En toen heeft mijn vader de avond voordat er officieel geloot zou worden door de burgemeester. En mijn vader zei, nou jongeman, je kunt nu loten. Als ik erin loot, blijf ik 4 jaar zitten, kom jij er nooit meer in. En als jij loot, dan heb je geluk. Maar je kunt ook eindelijk eens een keer het geld wat ik in jou heb gepompt waarmaken en afstuderen. En de dag dat jij je bul laat zien aan mij, dan trek ik me terug uit de gemeenteraad. En zo is het ook gegaan. En zo heb ik uiteindelijk toch eigen voor mijn geld gekozen. En de dag dat ik afstudeerde, heb ik mijn bul laten zien. En ik had de ontslagbrief van mijn vader zelf op zijn eigen machine getekend. Hij heeft hem getekend en ik kwam in de gemeenteraad. Als was hij nooit afgestudeerd, denk ik. Nee, ook dat nog. En dan heel snel de Kamer in. Ja. En met een lekker clubje ook. Want ik heb nog even opgezocht, heel veel JOVD'ers in die fractie.
Frank de Graven, Jan Fransen, Loek Hermans, Robin Linschoten. Ja, die kwamen pas later. Frank de Graven en Robin Linschoten kwamen pas in 82. 82. Toen ik zelf lijsttrekker was. Maar in 77 Loek Hermans, Erika Terpstra, Frits Bolkestein was een van de laatste. Die kwam er pas in toen wij in het kabinet kwamen. Dus een aantal van dat soort mensen. Ja, u werd ook al heel snel fractievoorzitter. Eigenlijk pas met 5 jaar ervaring. En dan fractievoorzitter. U was pas 32. Ja. Dus heel jong. Ja, dat was heel jong. En dat kwam eigenlijk omdat Hans Wiegel, zijn vrouw, zijn eerste echtgenoot, was overleden. Dus hij besloot uit de politiek te stappen. Hij werd commissaris van de Koningin. En er moest een opvolger komen. En het lot viel op mij. Nou, het lot. U werd gewoon uitgekozen. Ja, ik werd uitgekozen. Ja, tijdens een autorit is dat uiteindelijk besloten. Ik werd uitgekozen. Dat was natuurlijk van tevoren, was er wel met mij over gesproken. Het eventueel zou kunnen dat Wiegel wegging. Toen, ik vergeet nooit dat de partijvoorzitter dat tegen mij vertelde. En zei, je moet even naar Hotel Hoog-Brabant komen in Utrecht. Dan had de partijvoorzitter, zal ik een lazer krijgen, heb ik iets verkeerd gedaan of zo. Want ik was samen met Loek Hermans en Huub Jacobs, waren wij soms wat opstandig tegen de partijlijn. Ja. Dus ik werd ontboden in Hoog-Brabant. Dus ik had me al helemaal ingebeeld van, nou, ik ga het horen krijgen, ik kan in een graadje komen. En toen zei Jan Kamminga, nou, er is een kans dat Hans Wiegel weggaat. Waar naartoe kan ik niet zeggen. Maar als dat doorgaat, dan moet jij er rekening mee houden dat wij in de partijtop zijn het over eens dat jij hem moet gaan opvolgen. Ja. En ik dacht van, ja, nou, dat, hallo. Zal wel. Dus ik geloof het eigenlijk helemaal niet. Maar het gebeurde wel. Ja, het gebeurde notabene dat terwijl ik in Israël zat. Ik had mijn moeder gevraagd om met mij, die wilde graag een keer de heilige plaats in Israël zien, katholiek. Dus ik ben met mijn moeder 8, 9 dagen door Israël getrokken. En toen op het eind van die reis zaten we ergens in het noorden van Israël. Toen kreeg ik een telefoontje van mijn voorlichter. Heel ingewikkeld op een kibbutz in Noord-Israël. Maar ik had wel keurig achtergelaten, dat je kunt nooit weten. En toen kreeg ik mededeling. Hans Wiegel is van net benoemd tot commissaris. En, daarmee werd uw fractievoorzitter. Het gerucht gaat dat jij het gaat worden. Houd rekening mee als je morgen terugkomt. En de fractie vond dat goed. En toen is de fractie op maandag, zoals bij de VVD gehad, kennen we de biechtstoelprocedure. Dat betekent dat je stuk voor stuk moet je dan bij de partijtop komen. En die vragen dan, wie denk je als opvolger? En op het eind werd ik gevraagd. Ik was de laatste in het rijtje. En toen kreeg je te horen, nou vriend, morgenochtend kwart of half uur word je gekozen. Nou, dat kon ook, hè? Want u zou lekker ervaring opdoen in de oppositie. Was eigenlijk de bedoeling, hè? Ja. Ja, maar niet te moeilijk. We hadden toen het kabinet van Acht dan El Talau. Ja. Een van de grootste. Moeizaam tot stand gekomen kabinet natuurlijk, maar goed. Ja, en vervolgens viel dat kabinet al voordat ze de regeringsverklaring hadden uitgesproken. Dus ze kregen ruzie over de regeringsverklaring. Dat is nog snel gelijmd. Ja. Toen zijn ze van start gegaan, maar toch ook gevallen uiteindelijk. En toen was het ineens een hele andere situatie, hè? Ja, toen werd ik na 7 weken viel dat kabinet en toen moest er campagne worden gevoerd. Ja. Dus als campagne voeren is natuurlijk heerlijk. Maar ging goed, u ook goed af? We hebben 10 zetels gewonnen. Ja, want daar hebben we ook nog even een foto van hoe dat er dan uitziet. Kijk, bloemen en juichen. Jan Kamminga zie ik daar ook Jan zo Kamminga onder staan. En Erika Terpstra in een smalle uitvoering. Erika Terpstra en Loek Hermans. Ja. Dat was een beetje. Dat was het casino in Den Bosch. Wat vervolgens een half uur later werd ontruimd vanwege een bommelding. En toen hebben zo'n 1500 VVD's het feest voortgezet op het plein voor het koningin. Oh. Ja. Ja, dat was een van de eerste bommeldingen die destijds plaatsvonden. Maar goed, ik kwam daar eigenlijk redelijk. Het verhaal was, ik zou het vak van fractievoorzitter leren in de oppositie. Maar ik werd opeens lijsttrekker en fractievoorzitter van de regeringspartij. Ja. En ik heb toen de keuze moeten maken, wel of niet in het kabinet gaan zitten. En toen ben ik in de Kamer blijven zitten. Ja, want en alle ervaren politici gingen toen eigenlijk het kabinet in, hè? Ja, eigenlijk de top van de hele oude fractie, die kwamen in het kabinet. Ja, dus noem nog even een paar namen, dan weten we ook om wie dat ging. Smit-Kroes, Van Ardenne, Kortals Altus, Rietkerk, Winsemius, Scho. Ja. Dat waren allemaal ervaren politici die uit de fractie gingen. Eigenlijk bleef u achter als toch min of meer onervaren leider. Ja. Ook met veel onervaren Kamerleden. Ja, ik had van de 36 toen na de formatie, er waren een aantal Kamerleden, van de 36 waren er toen 23, 24 waren nieuw. Daar moest rotzooi van komen. Dat was in ieder geval knap ongemakkelijk, ja. En dat dus achteraf had ik beter gewoon wat mensen van de oude hap
in de fractie kunnen houden. Ja. Want je kreeg op een soort natuurlijke manier kreeg je een scheiding tussen het jonge club in de fractie en de bewindslieden. En we waren toen we waren nog nooit zo groot geweest als VVD, 36 zetels. En het verschil tussen CDA en VVD was ook nog maar 9 zetels, dat was ook historisch klein. Ja. In die fractie hielden ze dus niet zo van compromissen met het CDA. Nee. Nee. Er zat ook een groot deel in die naderhand ook minister zijn geworden in de paarse kabinetten. Dus er was een soort aversie tegen het CDA. En ik, toen ik nog geen fractiehoorder was, had ik er ook altijd voor gepleit om eens een keer met de PvdA te gaan samenwerken. Dus je kreeg spanningen tussen de fractie en tussen winstzien. Maar het belangrijkste was eigenlijk de RSV-enquête. Ja, want er kwamen natuurlijk ook spanningen onderling, RSV-enquête. De kwestie Brinkman natuurlijk, hè, PC-hoofdprijs. De PC-hoofdprijs. Die Brinkman niet wilde uitreiken, waarvan u zei van nou, oké. Okay. Ja, ik heb wel... Daar ja, was uw fractie boos om, hè, dat u daar oké op zei. Ja, terwijl we hadden afgesproken. Onze bewindslieden hadden al ja gezegd in het kabinet. Dus ja, het was of ingaan tegen de bewindslieden, of niet. En ja, Dikkers koos je dan toch voor de eenheid. Maar gewoon, dat waren eigenlijk de meest zware jaren in de politiek, waar mijn jaar als fractievoorzitter. Ik was af en toe bang om de telefoon op te pakken, want dan was er weer een incident. Oh, dat is niet zo leuk. Nee. Als je dan de telefoon niet op... Nou, als je nou terugkijkt, hè, met de wijsheid van nu, kan je dan zeggen, ja, eigenlijk is het gewoon niet goed gegaan. Nou, we hebben 32, in ieder geval... zo jong, een paar jaar onervaren. Een andere situatie, stel dat ik wel het kabinet was ingegaan, dan was ik vicepremier geworden. Was ook nog wel erg jong daarvoor dan. Was ook jong, maar goed, Lubbers was daarvoor, was ook jong minister van... Maar toch, even, als u nou terugkijkt, denkt u dan van, wat heb ik, iets wat u fout heeft gedaan? Ja, natuurlijk, dan maak je de dingen fout. Ik denk, uiteindelijk moet ik de voorstel doen wie de minister wordt. Ik had er veel meer, een deel van de wat oudere mensen had ik in de fractie moeten houden. Ja, en ik had eigenlijk liever een aantal jaren in de oppositie het vak geleerd. Ja. Dan gelijk regeringspartij zijn met het CDA. En Lubbers deed het natuurlijk als premier uitstekend. Ja. We hadden Lubbers meegemaakt als fractievoorzitter. En ja, toen wiebelde hij alle kanten op om de fractie bij elkaar te houden. En voor ons werd hij premier, werd het succes. En ja, wat zie je dikwijls? De kleinste regeringspartij kijkt naar wat er met Samson gebeurt. Kijkt nu wat er met Pechtold gebeurt. De kleinste regeringspartij... Die krijgt de klappen. Die krijgt altijd de klappen, want je... Tegenover de premier kun je bijna niet profileren. We hadden ook de pech dat onze vicepremier, die kwam in het ongereden door de RSV-affaire. En we hadden dus eigenlijk in het kabinet niemand zitten die weerwoord kon geven naar Lubbers. Ook naar buiten het gezicht kon uitdragen. Ja, dat was ik. Ja. Moest ik doen als fractie met bewindslieden, met een Rietkerk. Die een half jaar voor de verkiezing overleed en die moest worden vervangen. Ja, Gijs van Ardennen aangeschoten wild. Compleet aangeschoten wild en zo. En die ook geen gezag meer had. Ja. Maar goed, uiteindelijk, het werd u min of meer aangerekend. Ja. De fractie kwam in opstand. Er kwamen verkiezingen. U verloor. De winst van 10 zetels, die verdampte. Hè? Ik heb geloof ik nog 1 zetel extra één zetel over. Ja, 9 zetels verlies. En dan moet er iemand weg. Ja. Dat vind ik overigens ook op zich ook goed. Als je 10 zetels wint, dan ben je de held. En als je verliest, dan moet je ook consequenties durven. Maar was dat niet een hard gelach, toch? Ja, dat is een ontzettend hard gelach. Ja. Ik kan met de fractie weer toch redden. Uiteindelijk is er toen besloten dat ik gewoon de onderhandelingen zou doen. Dat was eigenlijk ook heel merkwaardig. Want ik heb toen in die fractievergadering heb ik gezegd, nou ja, ik wil geen fractievoorzitter meer worden. Dus wat mij betreft is dat, ik ga ze, wel... Ze wilden u ook niet meer, toch? Nee, Bolkestein die was daar ook heel erg... Ja, maar als ik had laten stemmen, dan had ik een meerderheid gehad in de fractie. Maar ik had helemaal geen zin meer in. Ik had na 4 jaar, het waren tropenjaar geweest, ik had geen zin om die fractie te leiden. Maar toen zei de fractie, ja, oké. Toen werd het Joris Voorhoeven. Nee, ik heb eerst de onderhandeling gedaan. Zei, je moet wel de onderhandelingen doen. Ja, ja. Dus ik heb eerst nog 6 weken lang de onderhandeling gedaan. Samen onder leiding van Jan de Koning met Bert de Vries. Om Lubbers 2 in de stijgers te zetten. En toen heb ik... toen dat klaar was, programmatisch, het programma er was. Toen heb ik het fractievoorzitterschap neergelegd. Toen is Joris Voorhoeven mijn opvolger geworden. Ja. In dat Lubbers 2 werd u minister. Kunnen we ook even laten zien. Daar staat hij, linksbovenaan. Wat een jong manneke. Nou, ja. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Heel veel waardering voor gekregen. Met name de milieupoot, volgens mij. Dat was ook echt iets wat u naar u toe trok. Ja, dat was een prachtige tijd. Ja. Ja, 1989, eerste Nationaal Milieubeleidsplan, mestwetgeving, zette u ook in de stijgers.
Ja, inmiddels zijn we 30 jaar verder. Wat is er van overgebleven? Nou, we hebben in ieder geval geen minister meer van Milieu. Nee. En een van de raarste beslissingen van deze formatie vind ik, dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat, et cetera, dat ze dat nu expliciet infrastructuur en water hebben genoemd. Ze hebben milieu uit de naam gehaald. Ja. Dus ik vind dat onbegrijpelijk, want dat is ook nergens goed voor. We hebben dan een staatssecretaris van Milieu, die officieel over staatssecretaris van INW heet. Dus ik vind dat eigenlijk een verkeerd signaal. Ja, dus eigenlijk kan je zeggen, dit kabinet heeft milieu bijna geschrapt. Nou, nee, dat is het. Nee, dat is juist helemaal niet zo. Want als je kijkt naar wat er nu in het regeerakkoord staat, dan zegt degene die dat nu zeggen dat dit kabinet het groenste kabinet is als het gaat om doelstellingen, die hebben gelijk. Want de doelstellingen die het kabinet heeft, bijvoorbeeld over het klimaatbeleid, dan gaat het kabinet veel verder zelfs dan Europa. Mm-hmm. Dus dat is alleen maar te prijzen. Als u het goed vindt, wil ik daar straks nog wat verder over praten. Maar eerst even over uw erfenis, zeg maar. Want u was druk met de mestwetgeving, met dat milieubeleidsplan. Toevallig staat er vandaag een bericht in de kranten dat dat hele mestprobleem is nog steeds niet opgelost. Nederland kan nu weer opnieuw meer mest uitrijden over het land dan alle andere Europese landen. En dan denk je, ja, waarom nou? Ja, nou ik heb de afgelopen jaar een commissie bij de Sociaal Economische Raad, bij de SER, voorgezeten. Die hebben advies uitgebracht over duurzame veehouderij. Ja, en ook mest? Aan het vorige, ja, ook mest. Ja, hoort daarbij, ja, zeker. Een van de voorstellen van ons is bijvoorbeeld dat advies is overgenomen door het vorige kabinet. Maar toen het kabinet verkiezingen, dus dat advies is controversieel verklaard. En nu moet de nieuwe minister moet gaan beslissen of ze ook het advies overneemt. Het vorige kabinet had dat gedaan, heeft een brief gestuurd aan de Kamer. Mm-hmm. We gaan met de voorstellen akkoord, we gaan die uitvoeren. De nieuwe minister moet dat opnieuw besluiten. Ja. Een van die dingen was bijvoorbeeld ook de mestwetgeving. Het ging over duurzaam veehouderij. We hebben ook voorgesteld een verplichte afgifte van de mest. Dus niet meer uitrijden over het eigen land. Je geeft ze af aan een mestfabriek. Ja. En een mestfabriek moet kan allerlei van gemaakt worden. Die kan, ja, ja, als het gaat over recycling en circulaire economie. Ja. Dan kun je met mest kun je heel veel doen. Maar goed, als je nou kijkt, 30 jaar geleden. En dan nu. En dat dan nog allemaal nodig is. Heeft u dan niet het gevoel van, waar heb ik het allemaal voor gedaan? Ja, nou, de landbouw heeft natuurlijk traditioneel een hele sterke lobby geweest. Dat was destijds overigens ook al zo. Ik had een collega Brax, die een eentje verderop staat op het rijtje. Daar had ik dikwijls heb ik een hele goede wijkrelatie mee gehad. Maar ook hadden we af en toe een gevecht. En de landbouwlobby is in Nederland altijd heel erg sterk geweest. Maar je ziet nu met al die ongelukken die zijn gebeurd, en laatst ook weer de fraude, dat nu de wal het schip keert. En dat deze nieuwe minister, Carola Schouten, is ook keihard opgetreden tegen de boeren die hebben gefraudeerd met die wetgeving. Ja. En terecht. Ja, maar als u daarop terugkijkt, denkt u dan van, nou, ik heb een goed begin gemaakt? Of heeft u dan het gevoel, het heeft eigenlijk niks opgeleverd? Nou, niet heeft niks opgeleverd. Het duurt verrekt lang. Dat is de kern. En soms op milieuterrein moet je gewoon doorbijten en tegen gevestigde belangen ingaan. Dat is niet altijd leuk. Maar dat is soms nodig. Daarvoor heb je een kabinet, daarvoor heb je ministers. Ja. Niet om af te wachten tot de samenleving het probleem zo groot maakt dat het met alleen maar heel veel schade is opgelost. En je moet er soms in een vroegtijdig stadium een maatregel durven te nemen. Maar het lukt dus niet. Die mestfraude is daar toch ook maar weer een voorbeeld van? Ja, dat is helemaal droer. Dat is natuurlijk echt gewoon fraude. Ja, goed, ik neem aan dat mevrouw Schouten, die gaat er ook mee aan de slag. En ik denk dat het nu wel einde oefening is. Want ook bijvoorbeeld een organisatie als Friesland Campina, heel veel, de meeste boeren bij zijn aangesloten. Ook die zeggen, ja, we voelen ons belazerd door onze eigen boeren, die nota bene eigenaar zijn van Friesland Campina, want het is een coöperatie. Dus dit heeft wel geleid tot een schok. En ik denk dat de wetgeving ook behoorlijk aangepast gaat. Overigens, voor het klimaatbeleid moeten ook de boeren een bijdrage leveren. Ja, dat valt nog niet mee, denk ik. Nou, er is een speciale tafel, ook naast de andere tafels, ook speciaal voor de landbouw, onder leiding van de oud-staatssecretaris Pieter van Geel, ook oud-gedeputeerde in Brabant. En die weet precies wat voor huiswerk hij met al die organisaties moet gaan maken. Ja, want dat het opgelost moet worden is wel duidelijk. U zat daar in het kabinet, nadat dit kabinet viel over het reiskostenforfait, volgens mij, hè? Uit het Nationaal Milieubeleidsplan, ja. Ja. Een onvergeeflijke fout van de VVD toen. Die gingen dat Nationaal Milieubeleidsplan, om het simpel te vertellen, bestond uit 500 maatregelen. Een van die maatregelen was dat we het reiskostenforfait, dat we dat een beetje zouden verminderen.
En daar maakte de VVD een probleem van. Dat ging omdat de Telegraaf grote verhalen over de automobilist wordt er aangepakt. Ja, er ontstond op een gegeven moment een onbeheersbare situatie. En je zag al dat bij de VVD was men het kabinet, met name het CDA, al een beetje beu. Ja. En daardoor liet de VVD het kabinet vallen, terwijl het merkwaardig was. Er waren grote spanningen in het kabinet tussen twee ministers, Ruding en tussen Deetman. Als de VVD niks had gedaan, dan was ik al zo groot geweest dat Deetman was afgetreden. Dus dan hadden we gratis een crisis gekregen, in plaats van dat we hem zelf veroorzaakten. Dus als we, nou, de VVD heeft voor ons ook de verkiezingen verloren. Stomme fout. Ja, het was een hele domme fout. Ook omdat men zich opstelde tegenover eigen bundesie, Smit-Kroes. Destijds nog Smit-Kroes, nu Kroes. En tegenover mij, ja, dat lag ook electoraal. Dus dit kabinet viel. U bent daarna nog even terug in de Kamer gegaan, hè? Ja. Maar dat lukt dan niet meer, denk ik. Nou, nee, ik had in de Kamer. Mevrouw Kroes, die was zo boos op de partij. Zo kun je zien hoe grillig een carrière kan verlopen. Zij, ik vergeet nooit dat soms om 7:30, wij waren allebei demissionair, ging bij mij de bel. En ik zat in mijn pyjama en stapte Nelly binnen. Zei, ik ben het nieuw beu en ik ga dat straks vertellen op een spreekbeurt in het Westland. En die heeft toen een Philippica gehouden tegen de VVD. En die heeft zich laten schrappen van de lijst. Maar ik ben gewoon op de lijst, na wat geharrewar, gewoon op de lijst weer gaan staan. Ja. En maar Nelly heeft toen jarenlang is eigenlijk een beetje gebrouilleerd geweest met de partij. En je ziet, wonderen zijn de wereld niet uit. Want een aantal jaren later moest er een vrouw komen als Europese commissaris. En zij werd binnengehaald. En zo zie je hoe het in de politiek kan gaan. Is zij ook echt geen lid meer geweest dan van de VVD? Nee, ze bleef wel lid. Ja, ja. Maar ze heeft jarenlang is ontzettend boos geweest. Want ja. Ja, het was onverstandig. Dat, ja, de kiezers hebben dat ook afgeschaft. Terwijl als je dat milieuplan had omarmd als VVD, dan had je geweldig mee kunnen scoren. Dus ja. Ook tactisch was het. Was dat was, heel was, goed was, geweest. Maar soms zie je, soms komt er een politieke beweging. Kabinetten vallen in ons land bijna nooit over grote en belangrijke zaken. Die vallen altijd over frutsels. Ja, bananenschilletje. We hebben de borrels gehad in het verleden. Dat de eigen Kamerleden te veel borrels op hadden. En dat ze hun eigen minister dwars gingen zitten. Ja. Letterlijk en figuurlijk, omdat ze een broodje te veel op hadden. Ja, het gaat nooit over iets groots. Nee. Nou goed, u ging even terug naar de Kamer en daarna werd u burgemeester in Breda. We hebben een foto van de inhuldiging. Ja, Hans van Mierlo natuurlijk. Waar staat Hans op? Hans van Mierlo en Onno Ruding. Die komen alle twee uit Breda. Die kennen elkaar dus. Een degelijke katholieke jongens. Ja, voorhoofd staat Hans van Mierlo, die kwam, dat is heel leuk. Want ik had hem wel als fractievoorzitter meegemaakt, maar niet als collega mensen. Die kwam gezellig ook naar de installatie toe. Ja. Uw toenmalige echtgenote staat er ook op. Ja, daar kom ik bij. Mijn toenmalige echtgenote, die had ik bij D66 vandaan geplukt. Want die werkte bij de Kamerfractie van D66. Dus ja, die kende uiteraard van Milo wel. Ja. Zij ging niet mee naar Breda. Nee, op deze foto nog wel. Maar toen de huiswagen voorreed, toen besloot zij om niet erin te stappen. Dus zij bleef achter in Den Haag. En ik vertrok alleen naar Breda. Dat werd een scheiding. Ja, nee, dat werd zeker een scheiding. Ja, nee, dat was natuurlijk een persoonlijk drama. Want, daar had ik eerlijk gezegd helemaal niet op gerekend. Dus ik had gerekend eigenlijk op het bestaan als burgemeester een stuk rustiger dan het bestaan als minister of als fractievoorzitter. Ja. Maar uiteindelijk kwam ik daar alleen aan. Verdrietige tijd, denk ik. Ja, verdrietige tijd. Twee jonge kinderen. De jongste was een half jaar. En de oudste was net 2 jaar. Ja, ik had me daar toch helemaal op ingesteld om daar gezamenlijk als gezin daar een mooie tijd door te brengen. Ja. En dat is dus, het is uiteindelijk wel een mooie tijd geworden. Maar ik heb daar 5 jaar lang alleen in het bos gewoond, of 6 jaar alleen. Ja, dat lijkt me eenzaam ook. Dat is eenzaam. Het vervelende is natuurlijk ook in die periode. Ik was net minister geweest, dus je bent een beetje op je top van je bekendheid. En dat betekent, je komt in zo'n stad aan. Nou, de eerste foto's nog allemaal gezellig. Ja. En dan kom je uiteindelijk alleen. Dan krijg je eerst het eerste vraagstuk. Wanneer ga je het vertellen? Ja. En aan wie ga je het vertellen? En je weet, als je het aan 1 iemand op het stadhuis vertelt, dan weet heel Breda het. Dus dat luistert heel nauw. Ja, en er werd toch veel over geschreven. Ja, natuurlijk. Onvermijdelijk, ja. Het was nog de tijd voor de sociale media, maar er werd toch veel over geschreven. Ja, nee, de roddelbladen stonden er uiteraard vol van. Maar dat is toch allemaal tot daar aan toe. Dus dat op zich is het al verdrietig genoeg. Maar dan krijg je de periode, als je langzaam over je verdriet heen groeit,
dan sta je er alleen als, ja, als burgemeester. En dan alles wat je doet en overal waar je naartoe gaat, word je natuurlijk in de gaten gehouden. Ja. En dat betekent dat je een target blijft voor de rollenbladen. Ja, die blijven actief volgen wat die jonge burgemeester allemaal uitvergeten of niet. U was er wel open over, want uiteindelijk gaf u ook een interview aan de Margriet, volgens mij. En daar ligt u dan met de twee kinderen. En daarin vertelt u ook dat het nou ja, eigenlijk wel weer goed is gekomen, hè? Ja, uiteindelijk wel. Ja, niet het huwelijk bedoel ik, maar... Nee, uiteindelijk moet je je daar overheen zetten. Ja. En uiteindelijk heb ik met mijn voormalige echtgenote een prima relatie. Zijn we ook jarenlang met z'n allen op vakantie gegaan en zo. Dus dat heeft, uiteindelijk heeft zich dat allemaal wel gezet. En er kwam ook een nieuwe liefde, toch? Ja. Daarna heb ik op het eind van mijn burgemeesterschap daar in Breda heb ik mijn huidige echtgenote leren kennen, ook al van D66. Maar die was overigens, ze was jurist en politicoloog. En het mooie was, ik kwam haar tegen in de tuin van haar vader, die was huisarts. En die had ik een koninklijke onderscheiding op die dag moeten uitreiken. Als burgemeester. Als burgemeester, ja. Ja. En die had ook een aantal kinderen. En ik wist dat hij, want hij was de collega van mijn eigen huisarts. En was al wat ouder. En ik kende hem dus wel van feestjes en partijen. Dus had ik gezegd, kom je ook een broodje drinken? Dus ik kwam een broodje drinken. En uiteindelijk komt er een jonge dame naar mij toe. Ik zei, ja, burgemeester, ik kon er vanmiddag niet bij zijn bij mijn vader. Want ik ben de andere dochter, of een van de vijf dochters, vier dochters. Dan zei ik, dat is schandelijk dat je in de familie niet was. Je vader kon een onderscheiding krijgen. Dan moet je erbij zijn. Nou, en zo begon het gesprek. Dat was ze, uiteindelijk. Ja, en ze zei, ik ben jurist en politicoloog. Uiteindelijk, na een half jaar, heb ik haar een keer die huisarts opgebeld. Ik zei, god, ik heb toen met je dochter afgesproken dat we een keer zouden gaan lunchen. Mag ik haar telefoonnummer hebben? Dus na een half jaar zijn we een keer gaan lunchen. Lijkt me ook nog wel lastig hoor. En dan ben je burgemeester en dan wil je een nieuw vriendin. Nou, doe je dat? Toen hebben we een tijd lang hebben wij in het Geniep in Amsterdam. En ze werkte bij Shell in Den Haag. Dan ging ik af en toe, als ik in Den Haag moest zijn als burgemeester, dan ging ik vlug even een ijsje met haar eten. Ja, ja. Dus we hebben een half jaar hebben wij het heel stil kunnen houden. Maar op een gegeven moment, ja, waren we ergens. Er was een fotograaf. En ja, dan ben je geklopt. Ja. Nou, maar het was ook niet erg, want toen hadden we een half jaar in ieder geval gewoon aan elkaar kunnen wennen, zonder fotografen, et cetera. Toen was het wel duidelijk, fijn dat er toen nog geen sociale media waren eigenlijk, hè? Want dat was natuurlijk ook meteen raak geweest dan. Ja, tegenwoordig kun je nergens meer bewegen, overal worden foto's gemaakt. Ja. En je kunt, heeft u daar last van? Ja, last van, je bent eraan gewend. Je raakt eraan gewend dat de foto's worden gemaakt. Die natuurlijk nu een stuk minder. Ik bedoel, als ik nu bij Albert Heijn bij een kassier mijn naam moet spellen om een of andere reden, dan zegt ze Nijpels, schrijf dat met AI of zo. dus, en de oudere generatie, vanaf 40 jaar, zie je ze af en toe kijken. Ja, is dat. Maar het rare is, als mensen iemand een bekende Nederlander ontmoeten, dan zien ze niet onmiddellijk dat het bekende Nederlander, dan denken ze dat het een familie is, of een vriend is. Dan zeggen ze goeiedag, dan zie je achteraan, meneer. En dan denken ze pas daar. Maar de mensen zijn bijna altijd aardig. Ja, toch? Ik heb één keer een stomp gekregen, toen de burgemeester was overigens. Maar dat was eigenlijk alles wat ik ooit had meegemaakt. Een heel andere tijd dan nu, hè? Waarin burgemeesters bedreigd worden. Waarin er... Ja, maar die tijd is niet zo anders. Want in mijn tijd als burgemeester hadden wij te maken met woonwagenkampen. Maar ook met zware criminaliteit die daar zat. Ik heb een keer meegemaakt, dat was eigenlijk op het eind van mijn burgemeesterschap. Toen hadden we besloten een aantal bordelen te gaan sluiten. En in die bordelen werd geld van drugs witgewassen. Ja. En toen kwam ik een keer naar een gemeenteraadsvergadering thuis. Toen waren alle ruiten van mijn huis waren ingegooid. Dus de complete voorkant, alle ruiten. En dat was nog tot daar en toe, want ik was niet thuis, ik had er niet zoveel last van. Maar als mijn kinderen het weekend waren, die sliepen ook aan de voorkant van het huis. En dat glas lag dus in allebei hun bedden, links en rechts van het huis. Een hele bedreigende situatie geweest. Ja, dat is de enige keer dat was dus zeg maar, in 1999. Aan het eind van uw burgemeesterschap. Ja, 94, 95, ja. U werd daarna commissaris van de koningin, toen nog, in Friesland. Ja. Dat zijn hele gelukkige jaren geweest, heb ik begrepen. Dat zijn eigenlijk de mooiste jaren van mijn leven. Als ik kijk naar mijn... Ja, omdat commissaris vind ik is een mooie functie. In Friesland is dat echt een beetje de hoofdprijs. Dus je hebt de taal, de cultuur, je hebt de eilanden, je hebt de Friese meren. Als commissaris kun je daar ook nog echt wat doen. Ja. Ik woonde schitterend in een oude boerderij. Dus ik heb echt daar de mooiste jaren, zowel persoonlijk geluk, maar ook in de functie. Je moet ook heel vaak in Den Haag zijn. Ja. Dus je kunt je nog een beetje met Den Haag bemoeien,
Maar je hebt de zekerheid dat je s'avonds weer gewoon lekker terug kunt naar Friesland. Ja. Dus het waren mooie jaren. U had mooie boerderij daar en een hele bijzondere kamer. Kijk even. Hier op de bovenverdieping. Beneden zijn 4 slaapkamers. Hierboven zijn er 3. Die zijn privé, die laat ik niet zien. Maar ik heb wel iets heel bijzonders. Het heilige de heilige in de boerderij. Kom maar mee helemaal naar de zolder toe. Nou, dit is mijn jongensdroom die ik op zolder heb kunnen realiseren. Een mooie kamer laten maken in de boerderij. En hier staat een hele grote baan die helemaal volautomatisch kunnen. Hier 5 treinstellen kunnen hier op rijden. Als je nou s'avonds thuis komt en ik zit niet in de sauna. En ik heb een paar uurtjes tijd, dan ga je hier naartoe. En dan kun je compleet ontspannen. Treintjes, dat had ik nou nooit achter u gezocht eigenlijk. Nee, dat is prachtig. Maar nou, dan rijd je een wond open, want ik ben verhuisd. Die zijn er niet meer, hè? Ben verhuisd naar Amsterdam. Je hebt geen plek meer voor in Amsterdam. Nee, in Amsterdam kun je niet zo mooi meteen als een baan van 3x5. Dat is echt een hele grote baan. En ik was lid van de treinenclub in Leeuwarden. Ja. En die hebben het grootste deel van de baan gebouwd, want in die functie heb je absoluut geen tijd om dat zelf in elkaar te zetten. Nee. Dat was echt een En ook weinig tijd om ermee te spelen, denk ik. Nee. Goed, 10 gelukkige jaren daar. Inmiddels volgens mij in goede gezondheid met allerlei andere dingen bezig. We bladeren nog heel even door uw fotoalbum heen. We zien hier nog een foto van u met het gezin. Ook met de ex-echtgenoten daarbij. Yes. Allemaal in goede harmonie verlopen. Zo hoort het ook. Ja. Dat is voor mij ook. Toen ik in de Kamer kwam, toen was ik 27, toen heb ik ook, kreeg ik als jongkamer de echtscheidingswetgeving te behandelen. En toen, er was een aantal grote wijzigingen. En toen kreeg ik op bezoek de Vereniging van Gescheiden Vrouwen. De Vereniging van Gescheiden Mannen, de Vereniging van Mannen van Gescheiden Vrouwen, de Vereniging van Vrouwen van Gescheiden Mannen, Kinderen van Gescheiden Mannen. Dus ik had eigenlijk één beeld van wat je in je leven nooit moet overkomen, is scheiden, want dat leidt tot grote ellende. Ja. Ja, goed, uiteindelijk overkomt het jezelf. Het eerste jaar was dat ellendig, maar daarna is het allemaal heel harmonieus. Ja, het is wel mooi dat het dan zo afloopt. U bent een familieman, want u gaat ook met uw jongste zoon op vakantie. Bent u in Noord-Korea geweest, begreep ik? Ja, dat is anderhalf, twee jaar geleden. Ik heb het vage idee dat ik ooit nog wil promoveren. En mijn proefschrift moet dan gaan over de overgang van dictatuur naar democratie. Er zijn een heleboel voorbeelden in de wereld. Ja. Nog een heel eind te gaan. In dat kader wilde ik ook alle dictatuur bezoeken. Dus ik ben anderhalf jaar geleden ben ik met mijn jongste naar Noord-Korea geweest. En dit is dus die rechtse foto, dat is bijna ontdekbaar. Dat is bij de grensovergangen tussen Noord- en Zuid-Korea. Die mannen willen nooit gefotografeerd worden. En op een of andere manier was deze man zo gek dat hij deze foto niet maakte. Zo'n grensbewaker. Mooie foto, mooie reis ook lijkt me. U heeft nog een andere carrière, wat is de volgende foto? Op als opa. Dat klopt, ja. Op maandagmiddag, één keer per 2 weken, pas ik op de jongste. Dit is, er is inmiddels een tweede bijgekomen. Dus dit is een jongetje, een manneke. Elke maandag op als opa. Meisje bij je. Leuk, leuk. En de laatste carrière. Vanochtend natuurlijk. Ben ik even na de uitzending bij WNL, ze wonen in Amsterdam, ben ik even snel er langs gegaan. Want ze waren een week in het buitenland geweest. Oh, mooi. Snel even gaan even kijken. Even knuffelen, even snel zien. Maar dan de laatste carrière, dat is natuurlijk het klimaat. Dat is een hele belangrijke taak. U bent voorzitter van het Coördinerend Klimaatberaad. 5 klimaattafels noemden we daarnet al. We moeten gaan zorgen voor CO2-reductie. De plannen daarvoor die moeten gemaakt worden. Ik begreep dat het voor de zomer klaar moet zijn. Althans, de eerste aanzet voor de plannen. In het najaar moet dan de verdere concretisering komen. En dan moet het eigenlijk volgend jaar al in uitwerking gaan. Hè? Ja. Hoe optimistisch kun je zijn als je denkt dat dat gaat lukken? Het gaat lukken. Het huidige energieakkoord, wat ik de afgelopen jaren heb moeten begeleiden, daar hebben we uiteindelijk ook alle doelstellingen hebben gehaald. Het nieuwe regeerakkoord is een veel zwaardere opgave. Maar we hebben het geluk dat er eigenlijk geen bedrijf of geen organisatie meer te vinden is die zeggen van we gaan het niet doen. Of het is onzin, die verandering van het klimaat. Nee, die bedrijven dus, willen wel, dus de overheid. Ja, de overheid zal ook mee moeten. En, dit kabinet is buitengewoon ambitieus, 49%. Wiebes heeft ook als verantwoordelijke minister duidelijk gemaakt, het moet die 49% worden. En als het even kan, 45% minder CO2-uitstoot. Nou, dat gaan we nou aan die 5 tafels gaan we regelen. Er zijn 5 tafels, industrie, mobiliteit, aangevoed, elektriciteit en nog 5. En ik word met mijn coördinatietafel geacht om te zorgen dat iedereen doet wat hij moet doen. Dat betekent dat ik wil per 1 juli van iedere tafel de plannen op mijn bureau hebben.
En dan proberen we er een samenhangend geheel van te maken. Ja, maar het is wel een enorme klus, want Nederland loopt enorm achter. Ik heb nog even vanmorgen een staartje bekeken. Als je nagaat dat wij hebben van alle landen in de EU de grootste achterstand in CO2-reductie. Als je nagaat dat Zweden, Finland, Denemarken, die hebben allemaal hun target voor 2020 al gehaald. Klopt, wij zitten nog ver onder dat niveau. Nee. Nou, ver. U heeft helemaal gelijk. We zijn nu met Malta en Luxemburg hangen we onderaan in de Europese competitie als het gaat over duurzame energie. Met het huidige energieakkoord halen we die achterstand in. En al die maatregelen, dit energieakkoord werkt dus en loopt. En de planbureaus zeggen ook nee, met deze maatregelen halen we die 14% in 2020 en die 16% in 2023. Ja. Maar we moeten naar veel meer toe. En dat betekent dat de opgave van het nieuwe, dat gaat klimaatakkoord heten, is een geweldige opgave. Ja, maar daar moet heel veel geld naartoe natuurlijk ook. En op de een of andere manier hoor ik dat politici nooit zeggen van ja jongens, inderdaad, daar moeten we met z'n allen voor gaan betalen, bedrijven en mensen. Nee, nou goed, het is wel een realiteit. Overigens, Wiebes heeft dat in december nog in de Kamer gezegd. Het gaat 1-3% van het nationale inkomen gaat dat kosten. Dus we zullen dat uiteindelijk allemaal ook in onze portemonnee merken. Maar op termijn is het ook weer voordelig. Want als je eenmaal windmolens hebt staan of je hebt zonnecellen staan, dan hoef je ze niet meer een beetje te onderhouden. Maar je hebt niet meer die productiekosten. Nee, natuurlijk, op termijn wel. Maar nu moet, staan we gewoon voor de opgave. We moeten van het gas af. We moeten elektrisch gaan rijden. Ik geef u een mooi voorbeeld. De kost gaat echt voor de baat uit. Ik neem even deze windmolens. Hè. Wind op zee. Wat heeft het kabinet ervoor gedaan? Kamp nog. En dat hebben we afgesproken in het huidige energieakkoord. Het kabinet stelt 18 miljard euro ter beschikking om te zorgen dat je het gat tussen de prijs van de elektriciteit op zee en de kolenelektriciteit, dat je dat gat kunt dichten. Ja. En tegelijkertijd zeggen tegen het bedrijfsleven, die windmolens op zee moeten 40% goedkoper worden, die parken. Nou, wat is nu de realiteit? Dat van we hebben die 40% meer dan gehaald. En nu is het zelfs zo dat de nieuwe minister Wiebes kan het geld in zijn zak houden, 10 miljard in zijn zak houden van die 18 miljard. Waarom? Omdat het eerste windmolenpark een paar weken geleden is aanbesteed zonder een cent subsidie. Ja. En toch zeker, dat betekent dus dat we nu windmolenparken gaan krijgen waar de overheid geen cent in hoeft te stoppen. Maar je moet eerst wel de durf hebben om te zeggen, nou, ik stel 18 miljard ter beschikking en uiteindelijk vaststellen dat de markt nu echt gaat werken en dat je zelfs 10 miljard, meer dan 10 miljard in je zak kunt houden. Ja, ik geloof dat u altijd in de markt gelooft. Dat hoort natuurlijk niet ook altijd bij uw partij. Nee, mijn partijleider, om het zo maar even te zeggen, Rutte, die geloofde dus eerst niet in de markt. Die zei, die windmolens draaien alleen maar op subsidie. Ja. Nou, hij heeft dus ongelijk, dat is een onverstandige uitspraak. Hij heeft ongelijk gekregen, want wij als liberalen zijn op zich zijn wij voor de vrije marktwerking. Overigens wel een sociale markt, hè, sociale markteconomie. Maar als je de markt wil laten werken, de vrije markt, moet er wel een markt zijn. Nou, voor die windmolens was er geen markt. Kamp heeft gezorgd dat er een markt is. Met als gevolg nu, en dat zeg ik ook wel eens tegen Mark Rutte als ik hem tegenkom, beste vriend, je hebt ongelijk gekregen en die centen kun je aan andere mooie dingen besteden. Ja. Toch is uw partij wel vaak een soort remmende factor geweest. Hè? U zei het net al bij dat eerste milieubeleidsplan. De VVD is nou niet echt een grote voorvechter geweest van het milieu en het klimaat. Nee, dat vind ik jammer, daar heeft u gelijk in. Wij hebben, Wim Semis, Ginjaar en ik, hebben eigenlijk dikwijls ook last gehad van onze eigen partij. Ik vind het onverstandig. Ik heb ook een aantal keren gezegd, ook in het openbaar, dus ik wil het hier best nog eens een keer halen. Ik vind eigenlijk dat de grootste partij van het land, dat die ook een eigen visie moet hebben op het energiebeleid. We hebben Kamp gehad, die heeft het voortreffelijk gedaan. Kamp heeft het energieakkoord overeind gehouden. En we hebben nu Wiebes. En we hebben nu het groenste regeerakkoord ooit. En Wiebes, nou, u kent hem inmiddels een beetje, die gaat dat uitvoeren en die gaat voor niemand opzij. Dus daar kunnen we nog veel lol aan beleven. Ja, maar er is toch nog echt een miljarden investeringsagenda nodig, denk ik. Dat zegt hij ook, ja. Om het voor elkaar te krijgen. Maar Wiebes is en misschien ook wel de erkenning dat we jarenlang qua milieu en klimaat op de pof hebben geleefd. En dat we daar dat nu zo, gewoon voor moeten betalen. Ja, nou, daarom de hele moment zegt, ja, de burger worden weer op kosten gejaagd, maar wat we nu hebben gedaan, de afgelopen 50 jaar, is dat we allerlei dingen hebben laten gebeuren zonder dat we de kosten, de schade die werd veroorzaakt aan het milieu, hebben meegerekend. Dus wat we eigenlijk gewoon moeten doen is, als jij activiteiten onderneemt die zijn schadelijk voor het milieu, dan moet je daar iets voor betalen. En dat leidt er uiteindelijk hopelijk toe dat je dat niet meer gaat doen. Ja. Dat is eigenlijk het beginsel van de vervuiler betaalt. Dat is een van de oudste milieubeginselen. Maar het gaat ook anno 2018 gaat er nog steeds op. Als je de mensen laat betalen voor de schade die ze aanrichten, dan zullen ze wel voorzichtig zijn. Ja. Dus
En wat dat betreft gaat Wiebes nu ook aan de slag op basis van dat principe. Maar hij is ook eerlijk, Wiebes, die zegt, het gaat een hoop geld kosten. Maar als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de economische groei, heeft de laatste nog in de Kamer uitgelegd. Hij zegt, dat is maar een deeltje van de economische groei per jaar. Als we die erin investeren, dan zullen we uiteindelijk als Nederland duurzaam gaan opereren. U bent optimistisch, hè? Ja, dat zijn liberalen volgens mij altijd. Het valt me elke keer weer op dat als ik denk van het gaat niet lukken, dat u dan altijd zoiets heeft van nou, het gaat wel lukken. Ja, maar ook niet omdat ik gewoon die indruk wil wekken, maar ik geloof echt in technologie. Ik ben ervan overtuigd, zie dat wij de opwekking van energie, dat probleem gaan we oplossen. Met zonnecellen, met wind op land, met getijdenbeweging. Er zijn allerlei vormen. Energie hebben we ook nog steeds nodig. Maar ik noem maar één voorbeeld waar ik dat optimisme op baseer. We hadden gedacht dat we eind 2017, dat we in 80.000 huizen, dat we daar zonnecellen op de daken zouden hebben. De werkelijkheid is dat er nu 550.000 huizen zijn in Nederland met zonnecellen. Die mensen zijn niet gek. Die mensen, het gaat sneller dan je denkt. Die mensen die zeggen, nou, als ik dat binnen 7 jaar terugverdien, dat is een mooie investering, na 7 jaar hou ik dat geld in mijn portemonnee. Het gaat dus soms, gaat die burger veel sneller dan de overheid kan voorspellen. Dat is het mooie van mensen. Kunt u zich voorstellen dat ik wel eens denk dat u eigenlijk in de verkeerde partijen zit? Ja, dat zeker toen ik die Vrij Nederland zag, die ineens in de kiosk lag, toen dacht ik, hé, ja, daar gaat hij. Dit was een verhaal dit was over de aanleiding voor het verhaal was, wat kan een jonge nieuwe fractievoorzitter, Klaver, wat kan hij leren van iemand die ellende ook een keer heeft meegemaakt. En toen die fotograaf hadden bedacht dat ze allebei voor de helft op de foto zouden gaan met ons hoofd. Ik zei, dat verrek ik, dat gaan we niet doen. Maar zo is het ook leuk. Ik zei tegen Klaver, we gaan iets geks doen. Ja. Ik zei tegen de fotografen, ze hadden 1,5 uur gepland. En we zaten zo'n beetje te donderen. Dus op een gegeven moment deed ik zo. Ja, dan en zei tegen de fotograaf, trek maar. Ja. En na 5 minuten zei ik tegen de fotograaf, ik stop ermee. Want dit is de foto. De fotograaf zei, we hebben 1,5 uur uitgekomen. Maar kunt u zich wel het idee voorstellen dat ik dan denk, nou, misschien... Nee, maar ik vind ook... Zou het een overstap mogelijk zijn? Nee, absoluut ondenkbaar. Nee. Nee, je gaat nooit uit je politiek. Nee, maar... Ook al vindt u het vaak dat uw partij het niet goed doet? Ja, op sommige punten wel. Maar dat is ook heel normaal. Het zou toch heel gek zijn als je met alles wat de partij doet, als je daarmee eens zou zijn. Nee, er zijn een aantal momenten waarop ik zeg, de partij neemt een verkeerde beslissing. Of ik zou het anders doen. Ja. En toen ik... fractievoorzitter was, had ik ook jongeren die bij mij zeiden van, ja, maar dat doe je niet goed. Dus ik denk dat heel normaal is. Het zou bijna nooit Koreaans zijn als ik het met alles wat de VVD eens ben. Toen Rutte 1 optrad samen met de PVV, daar was ik tegenstander van. Maar het is ook een slechte rampkabinet geworden. Maar dat heb ik toen ook uitgedragen. Dus als je binnen een partij als de VVD, als je daar niet op een aantal punten ook een andere mening kunt hebben, dan zou het heel droevig gesteld zijn voor een liberale partij. Nou, u blijft gewoon bij de VVD. Ik vond het wel een mooie foto. Dank u wel voor het gesprek. Klaver was er zelf ook tevreden over. Dank u wel. Graag gedaan. Dat was leuk. Dit was Wintergasten voor deze keer. Ik geloof dat we nu de laatste aflevering hebben gehad voor dit seizoen. Hopelijk kunnen we in september weer verder. Dank u wel.